dat men vond dat Molukkers niet in Nederland thuis hoorden. Dat ze maar tijdelijk zouden zijn en dus moesten ze juist van de Nederlandse samenleving weggehouden worden. Ze mochten niet integreren, want dan zouden ze ook weer snel teruggebracht kunnen worden naar Indonesië. Nederland zou beloofd hebben dat ze de RMS zouden steunen. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Nederland zou beloofd hebben dat ze de RMS zouden steunen. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Dat men vond dat Molukkers niet in Nederland thuis hoorden. Dat ze maar tijdelijk zouden zijn. En dus moesten ze juist van de Nederlandse samenleving weggehouden worden. Ze mochten niet integreren, want dan zouden ze ook weer snel teruggebracht kunnen worden naar Indonesië. Je krijgt 3600 per man van CSN. 600. Wat denk je, jongens? Wat denk je? Waar moet je kopen? Onderbroek kan je ook niet kopen. Er waren mensen die voor individuele huisvesting waren. Waarom is dat toch niet gebeurd en is er gekozen voor de woonorde? Omdat men vond dat Molukkers niet in Nederland thuis hoorden. Dat ze maar tijdelijk zouden zijn. En dus moesten ze juist van de Nederlandse samenleving weggehouden worden. Ze mochten niet integreren, want dan zouden ze ook weer snel teruggebracht kunnen worden naar Indonesië. Dat men vond dat Molukkers niet in Nederland thuis hoorden. Dat ze maar tijdelijk zouden zijn. En dus moesten ze juist van de Nederlandse samenleving weggehouden worden. Ze mochten niet integreren, want dan zouden ze ook weer snel teruggebracht kunnen worden naar Indonesië. Dat men vond dat Molukkers niet in Nederland thuis hoorden. Dat ze maar tijdelijk zouden zijn. En dus moesten ze juist van de Nederlandse samenleving weggehouden worden. Ze mochten niet integreren, want dan zouden ze ook weer snel teruggebracht kunnen worden naar Indonesië. Als dit dus ook echt noodopvang zou zijn gebleven, en daarna zouden mensen dus terug zijn gegaan naar Indonesië, dan was er niks aan de hand geweest. Maar een noodopvang die 30, 40 jaar blijft functioneren, ja, dat kan niet. Zeker niet in een periode waarin de wederopbouw echt voorbij is en de welvaart in Nederland geloof ik is gestegen. Maar het gebeurt wel eens, en je ziet dat ook jongeren van de derde generatie Molukkers te doen, ze zeggen, schandaal, ze hebben ons in concentratiekampen gehuisvest. Maar besef wel dat toen de Molukkers in die kampen kwamen, die dus geen concentratiekamp meer waren, dat zij zich redelijk thuis voelden. Omdat ze van een kampement in Java in een kampement in Nederland kwamen. En dat veel jongeren die die eerste jaren in die kampen hebben gewoond, echt met heimwee terugdenken aan de, ja, de vele speelgelegenheden die ze hadden, de ruimte die ze hadden in de omgeving van die kampen. Halverwege de jaren 50 werd het beleid ten aanzien van de Molukkers aangepast. Want dat bleek dat het verblijf langer duurde dan was gepland. Wat doet nou Nederland in 1955? Dan zegt, nou ja, oké, okay, wij gaan ook van jullie verwachten dat je zelf aan het werk gaat buiten de woonorde. En dan gaan wij op jullie salaris, gaan we jullie dingen kort die wij voor jullie verzorgen. Ja. En de bedoeling was om daarmee stimulerende werking aan Molukkers te geven. Dat ze aan de gang gingen, dat ze werk gingen zoeken. En het effect was blijkbaar het tegendeel. Maar de bedoeling was het eerste soort duw van kom op, zorg voor jezelf. Waarom werd de commissie Verweij-Jonker ook in 1955 ingesteld? Die heeft dus eigenlijk de basis gelegd voor de gedachte. Ga er nou maar vanuit dat ze niet terugkeren. Ga er nou vanuit dat ze blijven. En als ze dan blijven, dan moet je het beleid voeren dat daar gericht is. De benauwende woonomstandigheden deden de gemoederen vaak hoog oplopen binnen de kampons. Er waren verschillen van inzicht op het punt van de linie. En er waren verschillen op het punt van herkomst. Kajezen, of Seeland, of een ander eiland. Dat had dus iets met cultuur te maken. En er waren verschillen die waren wel nog ernstiger, die waren van politieke aard. Ja, is zo, hoeveel partijen hier? Misschien 10, meer. Zelfde kerk, hoeveel kerken hier? Behalve onderlinge frustraties groeide ook de ontevredenheid ten opzichte van de Nederlandse overheid.
de ander zoon Nederlands gezinde Molukkers. Die komen ze, die brengen ons in de brad, die zetten ons maar daar, je leven met 6 scholen, eten we de centrale keuken. Voel je het er niet? Maar ja, wat doe je? Je bent er hoeveel kilometer van je land? Je kan schreeuwen wat je wil, maar wie hoort jou? Niemand. Maar hoeveel jaar wil ik nog het Nederlandse vlag? Hoe lang? Dat is het Nederlandse beheren vergeten. Dat is vergeten. En wat vond je dan van het regeringsbeleid? Niks. Niks. Niks heb je als je wil ondersteunen, dan wil ik niks. Nee. En toen dus de RI, de Nieuwe Republiek RI, dus de eenheidsstaten proclameert, dat doet er niks. Dat vinden we niet interessant. Hebben dus die zelfbeschikbaarheid van ons deel is naast zich gelegd. Ik heb zo'n volgtijd hier. Twee minuten lopen van hier naar mijn volgtijd. Toen ik daar werkte, Hollandse man, hè? Ze zei, waarom komen jullie hier? Ik zei, oh nee toch, waarom vraag je zo? En ik zei, nou moet je nog één keer herhalen, en weet ik niet wat je zei toen net. Ik zei, ja, waarom jullie hier komen, wij werken voor jullie. Blasten dit en dat. Ik zei, hey, wat, hè? Ik zei bij hem, ze moet je goed luisteren. Als je niet vraagt hier gekomen, dan moet je vragen. Nederlands hebben heel vroeger van 8 en lunch. Die lijn moet je vragen, niet vragen mij. Dat in de steek laten is op allerlei manieren gebeurd en dat gevoel is heel reëel. Alleen je moet telkens heel goed kijken op welk punt voelen ze zich in de steek laten en is dat ook waar. Een voorbeeld, in Nederland zou beloofd hebben dat ze de RMS zouden steunen. Dat heeft Nederland nooit gedaan. In Nederland zou beloofd hebben dat ze de RMS zouden steunen. Dat heeft Nederland nooit gedaan. In Nederland zou beloofd hebben dat ze de RMS zouden steunen. Dat heeft Nederland nooit gedaan. Nederland had uiteraard beloofd dat ze zou demoniseren op de plaats van keuze. Dat is niet gebeurd. Repatriëring zeg ik van, daar heeft Nederland echt, als je de archieven doorkijkt, heel erg zijn best gedaan. En dan zie je ook in de archieven ambtenaren klagen over de tegenwerking van Indonesië bij pogingen om mensen naar terug te laten gaan. Als we terugkijken op deze periode, overheerst hierbij het beeld van een overheidsbeleid waarin te lang de verkeerde doelen werden nagestreefd. Desondanks hoopt de generatie van Titus Monatin en Nelis Hattu nog altijd op de terugkeer naar de vrije Molukken. Als wij nou eens verstandig waren geweest en we hadden gezegd, het zijn hartstikke goede militairen, we nemen ze op in ons leger. En we hadden ze in plaats van in woonorde ondergebracht bij militairen inderdaad in Ede, Oorschot en wat niet meer. Want er is één onderdeel waar men nooit naar gekeken heeft en dat zijn Molukkers die bij de marine waren. En het wonder is dat die zijn moeiteloos teruggekeerd naar Nederland, terwijl ze niet in Nederland woonachtig waren. Zijn bij de marine gebleven, zijn in de Helder gaan wonen en nooit heeft iemand gehoord van marine Molukkers. En ze waren er wel. Waar je kunt afleiden dat als het zo gegaan zou zijn, het dan een heel andere geschiedenis had kunnen worden. Nederlandse regering heeft een hekel aan, omdat ze liegen tegen ons. Je belooft tegen mij, ze doet het niet. We vragen alles dit en dat, maar we krijgen niks. En antwoord, ja wacht maar, dat is je antwoord. Er zijn mensen over de mensen die ik ga. Die vragen aan mij, Nelis, wanneer komen we vrij? Ja, iets wat ik kan zeggen is alleen, ja, die tijd bepaald is, dat bepaalt wat wel.